TV1 op dinsdagavond. De drie wijzen met Jacques Vermeire, Johnny Voners en Walter Grootaars. Dames en heren, uw gastheer Koert Van Egen. Goedenavond, panelleden. Goedenavond, dames en heren, hier in Stroming in Sledingen. En dames en heren, u thuis uiteraard ook welkom. We hebben ook twee kandidaten en ik begin met de eerste u aan u voor te stellen. Die heet Amir El-Kabdani. Amir El-Kabdani werkt in een ziekenhuis in Borgerhout, daar waar hij ook woont. Hij is ongehuwd en hij verzamelt postzegels, correspondeert met buitenlanders. Is bang van autorijden, Amir, is dat waar? Ja, ik heb vroeger een auto-ongeluk gehad. En daar ben je dan nu bang van? Bang voor, ja. En je bent er fier op om migrant te zijn? Ja, zoals de Belgen hier in de zaal, die trots zijn om Belg te zijn, ben ik trots om migrant te zijn. Een applaus voor Amir. Amir, we spelen voor een gigantisch bedrag en jij speelt tegen Julienne Bruinings. Ja, Julienne. En Julienne Bruinings komt uit Antwerpen. Zij is huismoeder, heeft twee kinderen. En zij houdt van wandelen, uit eten met haar man en casinobezoek. Julienne, we spelen voor 900.000 frank. Stel u voor dat je dat wint vandaag. Dan kun je nog eens een partij in het casino gaan spelen. Dat zal niet zijn. Zal het niet zijn, hè? Nee. Dan zou je ze oppotten. Nee, zeker niet. Op reis gaan. Op reis gaan. En profiteren. Ah, ja. En uit eten met de man. Ja, zeker. Met de kinderen en de kleinkinderen. Ja, ja. Om te spelen. Julien, jij? We gaan er tegenaan. Ja. Amir, je bent er klaar voor? Ja, zeker. Goed zo. Dan gaan we naar onze eerste vraag. En dat is altijd een bezoekje met pastoor Didier in zijn biechtstoel. Ja, vertel het eens aan uw parochiepriester. Ik heb gestolen. Proficiat. Ik kan het niet meer teruggeven. Nee. En in de grond van mijn hart heb ik er geen spijt van. Hoe goed. Het was in het pensionaat. Shh. En de kinderen brachten om de 14 dagen snoep mee van hun thuis. Meisjes, meisjes? Ja, ja. En we zaten met 12 aan tafel in de refter. Allemaal meisjes? Ja, en iedereen liet al de snoep zien. En er was er één bij, mijn overbuur Bernadette. Ja. En die had altijd 3 keer zoveel snoep mee als de andere. Ja. En die liet dat aan iedereen zien. En niemand kreeg wat. Aan snoep? Ja. Ja, ja. En dan, op een dag heb ik alles opgegeten. Maar ik vind dat ik gestraft genoeg ben geweest, want ik ben heel ziek geweest. Oh, uw parochiepriester, dank u voor dit prachtige verhaal. Mooi. Zo, en daar gaan we het even mee doen met deze pastoor Didier. Jacques, wie zat er achter de tralies, zeg maar? Wie ja, zit een vrouw tijd? Die graag heet, ook het onderlichaam in acht nemend, Andrea Kronenbergs. Aha, je denkt dat? Ja. Ja, wie zat er in dat minijurkje, Johnny? Volgens mij iemand die zich niet zo thuis voelt bij een priester, maar eerder bij een schipper. Chris Lomme. Walter, wie zat er? Het is iemand die wij vroeger tante noemden, tante Terry. Terry van Ginderen is het volgens mij. Dit was heel snel, hè, Amir. Het was ofwel Andrea Kronenbergs volgens Sjaak, Chris Lomme volgens Johnny en Terry van Ginderen volgens Walter. Julien en Amir, wat gaan we doen? Maak je keuze. De drie, dat is Terry van Ginderen, denk jij? Nee. Ja? Ja, dat rokske zo, kort, ja, de Terry. Hè? Bo, en Amir die denkt ja. Andrea Kronenbergs. Onze... Aan de benen te zien wel, ja. Oh, wow. Oh. Amir. De verpleger, hè. De verpleger, ja. Verpleger, inderdaad. Hij werkt in een ziekenhuis. Ik ben ontzettend benieuwd waar of wie er zit. We gaan naar pastoor Didier. Om beter inzicht in uzelf te krijgen, zult ge morgen vroeg naar uw oudste broer bellen in Amerika. Ik heb geen broer. Hebt wel een broer. Goed, ik heb een broer. Vanaf nu heb je een broer. En uw parochiepriester dankt u voor dit fantastische verhaal. Vlaanderens beste actrice, Chris Lomme. Beste muziek. Julien, Amir. Geen punten. Dat betekent eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, dat jij niet veel verstand van benen hebt, Amir. Als ik dat zo zeg. Maar goed, volgende vraag. Wat betekent grijnen? Jacques.
grijnen. Als men aan een beenhouwer vraagt wat is grijnen, zal hij het niet weten, omdat het een vissersterm is. Dus vissers gebruiken grijnen. Dus je weet, als een visser gaat vissen, want anders is het een beenhouwer, dan prepareert hij zijn vliegje. Dus het vliegje, dat is een kunst. Hè? Strontvliegje, een beetje gebruneerd in wat boter, zo, aan het haakje. En nu, om de baars te lokken, de baars, een vis, wrijft men de haak in met een soort olie die een reuk... dus een reuk produceert. En daardoor komt de baars af en het invrijven van de olie op het haakje noemt men grijnen. Mark de Grijnen. Johnny, wat is grijnen? Grijnen heeft iets te maken met grenen, grenenhout, maar het is eigenlijk zo dat als je wijn lang laat staan, dan wordt die zuur en zo maak je eigenlijk wijnazijn. Dat weten we allemaal. Maar als je daar kruiden gaat aan toevoegen, zoals dragon bijvoorbeeld, dan krijg je dragonazijn en dat is eigenlijk grijnen. Maar de eerste maal dat men dat geprobeerd heeft, was dat met grenen, van de boom van grenen. En vandaar is de naam gekomen. Walter, het is flauw, maar ja, het is zo. Ja. Ja. Walter, vertel eens. Camelot, daar ga ik het eigenlijk over. Grijnen is eigenlijk Camelot. Daar weet ik alles van, hè, Walter. Dan is weer Walter, de zingende Tiroler. Vroeger gaf men de naam Camelot aan Oosterse stoffen, aan zeer duurzame stoffen. Ja. Maar later is dat eigenlijk verwaterd, de waarde van die naam, en werd Camelot gegeven aan namaakstoffen, aan de slechtere dingen. Laat het maar dat zien, Walter. Laat het maar zien. Ja, voilà, dat is Camelot. Laat het maar zien. Ja. Dat is het dus. Dat is het dus, ja. Grijnen is een vissersterm, volgens Jacques. En Johnny die zegt dat het te maken heeft met wijnazijn. En Camelot is het volgens Walter. Julien en Amir, wat gaan we doen? Grijnen. Jij denkt een vissersterm. Ja, dat invrijven met een beetje olie. En ook hier, Amir, je denkt ook. Je bent een gok. Een gok. Serieus over, Amir. Een gok. Ernstig. Ja. Ja? Een gok. Ja. Goed. Nou, wat is grijnen? Het is... Gescoord? Dat kan niet, hoor. Nee. Dit is een immense fout, want grijnen is helemaal geen vissersterm. Nu, ja. Dat kan niet, hoor. Kat. Die zaak niet. Doe het maar niet. De zaak zijn lamp brandt. Wat een amateur ik gezien. En wat betekent grijnen? Jacques? Ja. Oh. Ik heb gelijk. Geen punten voor Julien, geen punten voor Amir. Nul, nul. Ik kan niet zeggen dat het hier flink vooruit gaat, maar spannend is het wel. We gaan in onze, heel ver in de tijd terug. De oude doos noemen wij dit onderdeel. Gaan we naar kijken. Jarenlang leverden zij de essen het bier, het paard, de mannen en de kar. Kor. Het paard, de verre en de rup, de mannen en de kar zonder naam. Draakvrienden, die gingen eens op sfeer. Ze dronken geen water, ze dronken beer. Die en twee draaien, lusten is de maan. Ze dronken geen water, ze dronken beer. Ze kozen een café, een op doekje van de straat. Verbranden een rood leertje tot s'avonds laat. Omdat het de laatste keer is. Het was dus de laatste keer dat Cor, het paard, met de bierkar op stap ging. En wat gebeurt er nu verder met het paard, Jacques? Omdat het de laatste keer is, zal Cor, het paard, zijn naam veranderen in biefstuk. Of in biefieworst. En dat wil dus zeggen, hij zal naar het slachthuis moeten. En hij zal geslacht worden, want anders moest hij niet naar het slachthuis. Het is uitermate droevig. Johnny. Ha. Ze hebben de poten van dat paard laten zien. Hadden die gang goed bekeken, dat paard loopt een beetje gelijk Jacques Vermeire. Dat is doortrokken van bier. En dat beest, dat gaat bier drinken. Dat gaat een tournee-generaal geven voor zijn laatste keer. Walter, wat gaat er gebeuren met ons korf? Omdat het
paard de laatste keer uit moet gaan en de laatste keer de kar moet trekken, krijgt het van de burgemeester van Essen een medaille. En het krijgt de medaille van arbeider eerste klasse. Want het dier heeft 10 jaar lang die kar getrokken. Bon, wie gaat er nu aan de kar trekken? Jacques met zijn slachthuis? Of Johnny met een rondje bier? Of een medaille volgens Walter? Julien en Amir, je mag een keer proberen om ook eens te scoren nu. Hè? Ik bedoel, het hoeft niet altijd nul te zijn. Het zal mijn beste. Ja, probeer maar. Ik vind dat plezant, die Julien die gaat zo over alles en dan... Dan ziet je wel waar ze neemt. Om het slachthuis is het deze keer geworden. Je weet het echt niet. Hem niet geven. Je bent gewoon het slachthuis en jij denkt een medaille. Goh, er is nog een derde mogelijkheid. Hè? We gaan even kijken. We gaan even kijken wat er gebeurt. Omdat het de laatste keer is, kreeg Cor een rondje, want hij is verslingerd op bier. Hoe zou u zelf zijn na zoveel jaren gesjouw met bier? Nog een paar details. Kom dus geen suiker. Ja? Het blijft ongemeen spannend! 0 punten, zou Ingrid Bergman zeggen. Ja, 0 punten! Ik zou zeggen, Amir is begonnen met wat punten te halen, jongen. Ja, dat zou wel eens mogen vooruitgaan. In elk geval, wij gaan voor onze volgende vraag gaan wij op zoek bij een internationaal befaamd botanicus. Nou, de Lobelia laxiflora heeft 2 blaadjes erbij. 1, 2. Zoals genoteerd, ja. Oh, daar ben ik. Nou, wij wetenschappers, mensen die continu aan het vorschen zijn, hebben uiteraard allerhande dingen ontdekt. En zo weten we bijvoorbeeld dat je het seksuele gedrag van de vrouw kunt stimuleren door bijvoorbeeld haar een pelsmantel te geven. Maar u kunt ook het seksuele gedrag van de boom stimuleren. Ik bedoel, de bloei van een boom en van een fruitboom. Hoe stimuleert u dat? Laat daar even de hersenen over wapperen. Stoei daar maar even mee. Probeer dat maar even uit te vinden. Helemaal leuk weer. Anders. Zo, hoe kun je de vruchtbaarheid van een fruitboom stimuleren, Jacques? De eerste jaren is er een vegetatieve groei van de fruitboom, dat wil zeggen een houtvorming. En na de houtvorming zal er meer generatieve groei zijn, wat dus zeggen de bloemknoppen zullen meer bevrucht worden. Wat gebeurt er nu? De boom die sappen zuigt, gaat... Hij weet het niet meer, hij weet het niet meer. De boom die sappen zuigt, gebruikt dat de eerste jaren voor zijn houtvorming. Wat gaan ze nu doen? Ze gaan aan de twijgen stenen hangen, zodat de twijgen naar beneden komen, zodat als je aan Walter zijn twijg een steen hangt, is hij ook naar de knoppen. Dat wil zeggen, door het aan de twijgen te hangen, is het sap verplicht om naar de bloemknoppen te gaan. Men snijdt de saptoevoering af van de twijgen door naar de knop te laten gaan. Sterk verhaal, Jaak. Johnny. Het is veel eenvoudiger. Je hangt gewoon een bijenkast in de boom. Die bijen die zorgen voor meer activiteit, die gaan bestuiven, die gaan van de honing snoepen. En dus ga je veel meer fruit produceren. Zo simpel is het. Walter, is het zo simpel? Hoe doet men dat, het stimuleren van de bloei? Vroeger deed men dat met stro. Stro kan verwarmen, hè? Dat weten we allemaal. En men, rond de stam van onder van de boom bond men een heel pak stro. Wat warm hield aan de stam en daardoor kon die beter beginnen groeien. Nu doet men dat niet meer met stro, want we hebben ondertussen het aluminiumfolie uitgevonden en nu gebruikt men daarvoor aluminiumfolie. Stenen aan de twijgen hangen, zegt een zaak. Een bijenkast, zegt Johnny, de stam inpakken met aluminiumfolie volgens Walter, Julien en Amir. Probeer nog eens, het is de 4e poging, een puntje misschien, hè? Julien. Jij denkt de stam inpakken met aluminiumfolie. Want je weet het eigenlijk niet. Je lacht er maar wat mee, ik zie het. En wat denk jij? Stenen aan de twijgen hangen. Ja. Amir, we hangen steen. Heel dat verhaal van Jacques zal waar zijn. We vragen... Ik hoop het. Je hoopt het, hè? We vragen het aan onze botanicus. Wij mensen van de wetenschap vinden het een beetje populistisch, een beetje eenvoudig. Maar het is gewoon stenen aan de takken hangen. Ja. Hè? Eindelijk is er eens iets gebeurd, er zijn er wat punten weg. En nu gaan we voor ons volgende vraag gaan wij terug naar het Vlaamse lied. En ja, het Vlaamse lied, wij brengen dat nu al een aantal keren in beeld. Ook dit is weer zo'n prachtig beeld, typisch Vlaams. De groep die we nu gaan zien luistert naar de naam Stemming. En het nummertje heet Tobias. Geniet ervan, dames en heren. Geniet ervan. Laat u gaan. De
hond, het is geen gezicht, Sjaak. De zin die ze daarvoor zingt is... Of Tobias loopt buiten, het is mijn hond, het is geen gezicht. Hij komt niet eens tot aan mijn kuiten. Ja, ja, dat is een proper rijm, een heel mooi rijm, een zuiver rijm. Maar voor mij mag het, Johnny. Ja, zo slecht kan het toch niet. Het is, wat, is toch waar? Tobias loopt buiten, het is mijn hond, het is geen gezicht. Hoe kan ik hem mijn liefde uiten? Het is een proper rijm ook, dat is ook zeer, ja. Het is toch beter dan dat van Jacques? Ik weet het niet. Maar allee, kom hè. Walter misschien, als kenner? De deur valt zelden achter me dicht, of Tobias loopt buiten. Het is mijn hond, het is geen gezicht. Hij kan niet blaffen, maar wel fluiten. Dat zou het kunnen zijn, hè? Ja, het ja. Zou wel zijn, het is mijn hond, het is geen gezicht. En brandt er binnen licht, dan plast hij tegen de ruiten. Ook niet? Nee. Goed, dan gaan we nog een ander pakken. Het is mijn hond, het is geen gezicht. Hij draagt een pet met Schotse ruiten. Allee. Daar moeten we dus mee doen. Hij komt niet eens tot aan mijn kuiten, zegt Sjaak. Hoe kan ik hem mijn liefde uiten, zegt Johnny. Hij draagt een pet met Schotse ruiten, zegt Walter. Julien en Amir met deze pareltjes. Geef toe, het zijn drie prachtige mooie zinnen, Amir. En de richter gaat reageren. Hoe kan ik hem mijn liefde uiten? He? Tegenover die hond. Ja. He? Denk ja, voor een Limburgs groepje tegenover die hond. Jij denkt ook, hoe kan ik hem mijn liefde uiten? Klinkt romantisch. Het klinkt romantisch. Tegenover een hond? Tegenover een hond. U heeft een rare zicht op romantiek, moet ik zeggen. Maar met een paar kaarsen erbij. We moeten dat allemaal in zijn context zien. We gaan even naar de groepstemming. Context, dat hoor ik graag, ja. De deur valt zelden achter me dicht. Of Tobias rolt buiten. Het is een hond, het is geen gezicht. Hij komt niet eens tot aan mijn kuiten. En Amir, er komt niets bij. Ja, je kijkt zo naar mij, Julien. Je zat weer fout, hè? Ja. Ja. Ze is een beetje van onder de indruk. Maar je kunt alles oplossen voor 6000 punten, hè? 6000 punten. Wat is een hangasperge? Ja. Wat blijft? Wat? Een hangasperge. Een hangspesse. Een hangspesse is een... Er wordt dikwijls gelachen met, het Noord, met de Nederlanders, met hun eetgewoontes. Maar dat... Niet alleen met hun eetgewoontes. Maar de bal gehakt is toch formidabel. Het eten uit de muur is, komt toch allemaal uit Nederland. Bier in alcoholvrije glazen komt toch uit Nederland. En saté met wat ketchup komt uit Nederland. Broodje aangereden ook, hond. Pindakaas. En broodje aangereden hond. En, ja, inderdaad ook. En... Wat is nu een hangasperge? Een hangasperge, dat is dus een worst. Een dunne worst en die hangt van boven, want als hem op de grond ligt, kan die hangen. Of moet zijn... Ja, ja. Doe dan best kort, bijna op die manier. Maar dus een hangasperge is een zeer dunne worst in Nederland. Het is best dat je hem laat hangen en niet op. Johnny, een hangasperge. De echte naam is Asparagus springeri. Springeri? Ja, ja, maar in het noorden van Italië zeggen ze springeri, in het zuiden springeri. Een gekweekte Japanse asperge. Laat u niet misleiden door de Italiaans klinkende naam. Walter, wat is het? De hangasperge is weer een van die wonderen van de Nederlandse taal. Het heeft, is helemaal geen hangasperge. Het is ook geen staasperge. Het is zelfs geen asperge. Een hangasperge, dat zegt men tegen de sporen die gemaakt worden op de autosnelweg. Wanneer het rechtse rijvak meestal heeft er het eerste last van. Je krijgt na x aantal jaar krijg je die sporen daarin, waar je soms met de wagen moeilijk uitgeraakt en zeker als het geregend heeft. Wel, die sporen of die voren op de snelweg, dat noemt men de hangasperges. Ik zal daar blijf je inhangen. Julien, want je bent weer al aan het zuchten. Het is volgens Jaak Nederlandse worst, hè? Japanse asperge volgens Johnny, is toch allemaal eenvoudig? Sporen, spoorvorming op snelweg, volgens Walter. Dat zijn de drie mogelijkheden. Amir, Julien. Allee, Julien. In de aanval. Wat doen we? Niet onmogelijk misschien. Jij denkt die spoorvorming een snelweg. Wie weet. Het onmogelijke. Wie weet. Je gokt, hè? Ja. Julien, ja. Je hebt er geen enkele reden voor. En jij denkt dat niet, gok, Amir. Ja. Een puur gokje. Heel gok.
De stand is op dit moment 4000-0. Gigantische scores zijn dat. En wat is nu een hangasperge? Wij vragen het aan de geachte panelleden. Je mag duwen naar gelijken, hè? Ja, maar ik dacht dat onze botanicus dat weer ging zeggen. Maar... ja! Het is helaas weer niet voor jullie, Julien en Amir. Het is helaas weer niet erbij. Laatste vraag voor 7000 punten. En die moet uitsluitsel brengen. Julien, die kunnen nog altijd winnen. Voor 7000 punten gaan wij naar dokter Lecomte. Beste kijker en lieve kijkster, ik ben dokter Lecomte van Knokkenzoete en ik spreek hier volledig uit ervaring. Dat laatste natuurlijk tussen haakjes. Bon, ik heb een brief gekregen van mevrouw Rovenstraat uit Dilbeek en ze schrijft mij het volgende. Dat is een zeer mooie brief. Beste dokter Lecomte, ik ben zeer blij om u elke week op het scherm te zien in het programma De Drie Wijzen met het tonen van uw vreemde voorwerpen. Een kleine tip, dit is echt geen kritiek. Zou je niet beter de voorwerpen een beetje draaien, zodat de panelleden en dus ook de kandidaten en ook de kijkers en de kijksters het voorwerp beter zouden kunnen bekijken? Mevrouw Van Overstraat naar Rijberaar heeft u volkomen gelijk. En bij mij is klant koning, in dit geval koningin, in uw geval, tussen haakjes dan. Vandaar dat we even het voorwerp gaan tonen en ook het voorwerp even draaien. Kijk, het ziet er ongeveer zo uit. Het is zeer zwaar, het is van gietijzer. Er zijn allemaal kleine kraantjes en zo aan en dopjes en het beweegt langs alle kanten. Het is ongelooflijk interessant en zo. En Ik denk dat ik moet overgeven nu. Wat is dit, Jacques? Wat is dit voorwerp? Vertel het ons. Voor de fax hadden wij de telex nog. Lang geleden. En het eerste bericht dat binnenkwam via de telex was zo een bandje met gaatjes in. En wel, dat bandje met die gaatjes kwam door die machine en die gaf daar dus een gewoon schrift aan. Fijn. En wat is het dan? Dat is een telexlezer, ik zeg het toch? Ja, maar okay. Kort. Ja, maar ik vraag het nog even, Johnny. Ik zeg het hier nog. Het is een gaatjestempel. Wat? Het is een gaatjestempel. Ja, wat wil dat zeggen? Ja, waar je dus in zwaar leer gaatjes mee maakt op regelmatige afstanden. Dus niet in schoenen om veters door te trekken, maar in paardentuig en zo, in heel zwaar leer. En dat is dat toestel wat wij net zagen. Proficiat. Walter, het is een, wat men noemt in de diamantnijverheid, een verstelvuur. Daarbovenop legt men loden balletjes, loden klompjes eigenlijk. Die werden opgewarmd, waardoor het lood een beetje kneedbaar werd. In dat lood werd de diamant ingeduwd. Dat lood koelt terug af, waardoor de diamant vastzit. En doordat de diamant vastzit, kan men beter slijpen. Daarvoor dient dat machine. Dat is een verstelvuur. Drie schitterende verhalen. Een telexlezer volgens Jacques, een gaatjestempel volgens Johnny en een verstelvuur volgens Walter. Julien en Amir, ik weet niet of jullie daar iets in hebben ontdekt naar uw gading. U denkt, een verstelvuur. Ja. Zo even toch nog proberen om van die nul af te geraken, zo eigenlijk. Ja. Maar niet helemaal zeker. En je denkt een gaatjestempel. Hè? Amir, het is de beslissende vraag. Ik ben ontzettend benieuwd wat dokter Lecomte nu gaat zeggen. Ik ben nog altijd onder de code en dit keer genomen vanuit een kikvorst perspectief. Een van mijn favorieten trouwens, dat laatste tussen eigens. Dit voorwerp kunnen we heel kort zijn, het is één zwaar. Het hoort thuis in de wereld van de diamantsector en het is een verstelvuurtje. Absoluut, Julien! 7000 Amir! Ja! Veel is er niet gescoord. En Amir, je hebt ook te weinig eigenlijk, 4000, maar fantastisch dat je hebt meegespeeld. De drie wijze ster, die krijg je van ons. Ik hoop dat je graag een boek leest. Ja, dan hebben we er hier een aantal voor jou. Van Herman Brusselmans zijn er kanalen in Aalst, die zijn we allemaal bij de Fnac gaan halen. Guido van Heulendonk, de echo van de Raaf. En dat zijn mooie verhalen. En 's nachts van Christine Hemmerichs, als je nachtdienst hebt, dan kan je dat dus 's nachts lezen. En een geweldig applaus hier in, voor onze Amir. Dank je wel. Zo. En Julien, wij gaan nu spelen voor 7900 en 7000 francs, Julien. Dat is de moeite waard. Spannend. Hè? Dat is de enveloppe. Daar is alles reeds aangeduid door onze drie leugenaars of waarheidsvertellers. We zullen het zo weten. Jacques, vertel jouw verhaal. Dat is een beetje een pijnlijk verhaal. Verleden week, erg recent. Ik moet naar Aalst. En ik zit in mijn auto. Want anders rijd ik niet naar Aalst. Ik zit in Aalst, 4:30, geweldig druk. Ik sta in file voor een rood licht.
Want als het groen is, is er geen file natuurlijk. Ik sta in die rij en daar gaan voetgangers ook in Aalsie zat. En... Wat anders? En ik zit verstrooid te kijken, af en toe maar naar voren. En er is een jonge dame die ik gezien heb, een blonde, die loopt daar, die kijkt eventjes naar links en die doet... En die loopt weer door en ik sta ook al en die loopt voorbij zonder mij te bekijken. Ik zeg, tja. Fijn, er komt nog iemand af, die loopt voor mij. Ineens die ziet iemand in die rij daar, die wuift even. Ik zeg, die gaan we toch ook herkennen nu? En die loopt voorbij, zonder mij te bekijken. Ik ervaar het nog. Ik zeg, maar wie is dat nu feitelijk? Ik ben aan het kijken, dat was waarschijnlijk een wagen, ongeveer drie wagens voor mij. Ik zeg, maar dat moet toch een bekende zijn waarschijnlijk? Fijn. Ik moet links en hij moet ook links. Hij wist niet dat ik links moest, want ik rijd achter hem. Dus hij rijdt links en ik rijd daarachter. Ik zeg, wie zou dat nu zijn? En ik zie dat hij zich parkeert. Voorbij de wagen, geloof ik, in alles daar. Heb daar een pleintje. En daar parkeert hij zich. Ik stop. En het was een zeer sobere wagen ook nog. Zeer sobere wagen. Ik stop. Wie stapt er uit die wagen? Wie is die bekende Vlaming? Die mij volledig in de vernieling... Walter Grootaars. Stapt uit die wagen, ongelooflijk. We hebben daar nog samen een pint gaan drinken. Maar ik wil maar zeggen... ja, hij was populairder als ik, feitelijk. Zelfs in een sober wagen, ik moet het toegeven. In Aalst, Julien, waar of niet waar? Waar? Het zou kunnen. Het kan natuurlijk. Johnny. Ik ging optreden in Duitsland, in Weiden. Dat is verder dan Aalst. Dat is verder, ja. Ja, al een heel eind. En aan de grens moeten wij de papieren tonen met de klankinstallatie, met de theateraccessoires, met al wat wij bij hebben. Want anders mag je niet over de grens. Je moet kunnen bewijzen wat je mee hebt. En die papieren hadden we niet. Die zaten in een andere wagen die al anderhalf uur voor ons de grens overgestoken was. Die hadden wij dus niet bij. En ja, je weet, de Duitsen, om een Duitse gründlichkeit, dat gaat zomaar niet. Je kan dan niet staan lullen en dan laten ze je door. Dus wij begonnen aardig te zweten, want dat is een heel probleem als je er staat. Tot ik het lumineuze idee had van als wanzen te zeggen, ik ben Schauspieler, ik ben een vriend van Jaak en Walter van die drie wijzen. En wij mochten door. Julien, wat denk je? Waar of niet? Niet waar? Dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Oh, de Duitsers... Pas op. Nee? Je denkt dat die Duitse douanebeambten Jacques en Walter van de drie... Nee. Ik denk dat ze ze niet kennen. Nee, nooit van gehoord. Allee, voilà. Walter. Jawohl, Herr Wachtmeister. Ik heb mijn nieuwjaar doorgebracht in Tunesië. Dat is ver. Dat is iets verder dan Aalst. Mm-hmm. En dan Duitsland. En dan Duitsland. En dat was een heel plezante vakantie die ik daar heb gehad. Kort, maar heel leuk. En ik ben op een bepaald moment met mijn vriendin en mijn dochter zijn wij een tocht gaan maken met kameel en ezel. En vriendin hadden... en dochter, kameel en ezel. Zat zij op jou? Of was dat andersom? Leg het maar uit thuis straks. Allee, maar goed, vertel verder. Enfin, in elk geval, ik zat met mijn vriendin op die kameel. Het was een hele mooie witte kameel. En mijn dochter zat samen met de menner eigenlijk op de ezel. Ja, typisch, hè. Zijn dochter op de ezel en de kop. Ik kan u garanderen dat het plezant is op die ezel. Ja? Op die kameel. Ah, ja. Ik heb twee dagen heel moeilijk kunnen gaan. Ja. Na een paar uur op die kameel. Die kameel ook. Ja. Het schijnt trouwens dat die beesten die bulten hebben van toen ze Jacques zagen aankwamen. Die hebben zich zo'n twee bulten verschoten waarschijnlijk. Enfin, wat. Wij vertrekken met die kleine karavaan richting woestijn. En wij proberen wat te praten met die menner, die leider van die karavaan op je ezel. En we komen een beetje los. Het is allemaal in het Frans een beetje te doen. En wat blijkt ook, je ezel had een probleem, een serieus darmprobleem. Want om de 50, 60 meter liet dat beest daar in de wind. Dat niet meer schoon was. Die menner was in het begin. Ja, is goed.
Maar, ga je wel zeggen en dan maar op die neus steken, zeg ik. Enfin, in het begin was die minder daar een beetje voor bestaan tegenover de toeristen en zo, maar we beginnen er wel met te lachen en zo te doen. En we beginnen met te praten en ik zeg hem tegen hem, eigenlijk is dat toch wel een heel mooi kameel waar we op zitten. Ja, dat is een zeer uitzonderlijk dier, dat is wit, volledig wit. Hij zegt, die zijn meer, duurder dan andere kamelen, omdat ze wit zijn. Ik zeg, hoe heet dat beest? Geven jullie dat beest een naam? Ja, zegt hem, die kameel die heet Brigitte Bardot. Hij zegt, dat is omdat dat een witte is en ook twee bulten heeft. Ik zeg, langs mijn neus weg, hè, want met die ezel die was er nog bij. Ik zeg, en die ezel, hoe heet die dan? Heeft die ook een naam? Ja, zegt hem, die noemen wij Michael Jackson. Ik zeg, waarom noemen jullie dan Michael Jackson? Hij zegt, hij maakt hetzelfde lawaai. Julien, wat doen we daarmee? Niet waar. De enveloppen. 7000 frank of 907.000 frank. Wat denk je, Julien? Kan niet. Nee? Je denkt dat het niet kan? We gaan eens zien. Johnny, is jouw verhaal waar of niet waar? Mijn verhaal is niet waar. Jacques, is jouw verhaal waar of niet waar? Mijn verhaal was natuurlijk fout. En Walter met zijn kamelen, wat denk je? Je dacht dat het niet waar was, nee. Hè? Maar mijn verhaal was waar. Ja. Waar. Julien, wat erg. Wat vreselijk, maar je bent van je zenuwen af, want je had verschrikkelijk veel zenuwen. Hè? Ja. Je bent van je zenuwen af, je bent van 900.000 frank af. Ja. Kleuven lacht u toe, ja. De drie wijze ster. Voilà, een geweldig applaus aan onze publiek. Alsjeblieft. Dames en heren, je kunt er maar vanaf zijn. Ook wij zijn er vanaf, maar niet voor lang, want over 7 dagen zijn wij er weer. Volgende week, dinsdag, kijkt u toch terug naar de drie wijzen, dan zijn wij er ook terug. Tot dan. Thank you.